Mij kennen ze al. Jou kennen ze al, ja. Ja. Maar jou nog niet. Nou, stel jezelf even voor. Er zijn er maar weinig hoor, die mij niet kennen. Nee, dat is waar. Maar voor de voor het grote publiek. Die mij nog niet kennen, ben ik natuurlijk Martijn, Verloop. Ik ben al bijna, nou ja, nu 15 jaar bezig met het bemiddelen van professionals binnen de publieke sector. Met heel veel plezier overigens. Ik heb echt deze periode van mijn leven heel veel leuke dingen meegemaakt. En ook een onwijs groot netwerk. En daardoor is deze podcast ook heel leuk. Dat we mensen nu misschien op een andere manier ook kunnen leren kennen. Dus ja, dat ben ik. En wij zitten nu tegenover elkaar. Ja, daar zitten we dan. Weet je nog, begin 2008? Gaan we echt terug in de tijd, hè? Dan gaan we echt terug in de tijd. Word je nu al emotioneel? Ja, nu al emotioneel, ja. Zijn daar zakdoekjes? Nee, ja, 2008. Dat is echt 15 jaar geleden. Ja. Toen leerde ik jou kennen. Ja. Om eventjes de kijkers mee te nemen. Wij maken deze podcast omdat wij 15 jaar lang met elkaar samenwerken. Ja. Ja. Maar niet alleen samenwerken, we zijn ook al 15 jaar lang vrienden. Ja. En misschien is het leuk om een trip down memory lane met elkaar dat te nemen. Dat is altijd leuk, ja. Dat is altijd leuk. Begin 2008, onze samenwerking begon bij maandag. Ja, ja. Ik weet het nog heel goed. Shout-out naar Jeroen van Kooi, ideale matchmaker. Ja. Hij had bedacht dat wij heel goed met elkaar zouden kunnen samenwerken. Ik had best een pittige periode achter de rug met een andere collega, jouw voorganger. Ja, en, dus je was nog wel huiverig. Ik was heel huiverig. Ik was ook echt bang, omdat ik dacht, ja, wie komt er nu binnen? Ja. Maar goed, ik kwam binnen, jij zat er al. En we keken elkaar aan. We stelden onszelf voor. Ja, ja. En het was gewoon gelijk een klik. Liefde op het eerste gezicht. Direct. Ja. Direct. Ja. Ja, ja, eigenlijk meteen ook echt een klik van persoonlijk niveau tot aan werkniveau. We zaten gewoon binnen een uur zaten we er al meteen in. Dat vond ik echt bizar. Ja. En eigenlijk is het 15 jaar later nog steeds hetzelfde. Ja, maar goed, we hebben wel veel meegemaakt. Zo, ja. Ongelooflijk, hè? Ja, ik denk dat maandag was een hele goede leerschool. Ik draag ook iedereen binnen maandag een heel warm hart toe. Ik ook. In tegenstelling tot heel veel andere bureaus is er vaak veel haat en nijd. Onderling. Ja. Onderling. Ja. Dat ervaar ik zelf helemaal niet. Ik zie het als, wat ik al zei net, een leerschool. Ja, zeker. Maar ook echt de carrière boost die ik heb gekregen, die is ongekend. Ja. En ik denk dat zonder maandag had ik nooit gedaan wat ik uiteindelijk daarna nog allemaal heb gedaan. Voor mij geldt ook absoluut hetzelfde. Meteen ook toch wel echt voor in het diepere gooi daar. Jeroen van Kooi, die zag het op dat moment echt bij mij zitten. En geloofde in mij ook op dat moment. En gaf me ook de kans om als accountmanager daar te beginnen. Ja, terwijl ik eigenlijk nog niet echt directe werkervaring had. Maar toen werd ik met jou, of aan jou gekoppeld. Ja, dat was voor mij natuurlijk gewoon een soort van succes verzekerd. Ja. Nou ja, succes verzekerd, dat was het zeker. Want nog geen 6 maanden later maakte je promotie. Toen liet ik jou weer in de steek. Ja. 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 Heftig, hè? Ja, dat deed pijn. Ja, dat was echt heftig. Ja, dat deed echt pijn. Ik heb ook echt moeten nadenken van wat wil ik nou? Want ik kreeg toen inderdaad de kans om een leidinggevende rol op me te nemen. Helemaal in het noorden van het land. Ja. Niet alleen ook mijn privé natuurlijk, wat daardoor behoorlijk... in de knel kwam, zeg maar. Maar ook jouw samenwerking. En daar gingen we dan. Ja. Het moment dat ik tegen jou moest vertellen dat ik wegging. Dat was donderslag bij Helder. Ja, dat voelde ook echt slecht. Ja, ja. Daar had ik echt last van. Ja. Ja. Maar ja, ik wist wel van mezelf. En dat gunde jij mij ook. Hè, want wij gunnen elkaar heel veel. Dat het voor mezelf een enorme ontwikkeling was. Ja. Dat ik echt in een soort stroomversnelling kwam. Ja, en dat was dan die rol helemaal in het noorden van het land. In Assen. Ja. Voor de luisteraars en kijkers onder ons. Ja. En hoe kijk je daarop terug? Ja, als ik daarop terugkijk. Ik heb het met Jeroen van Kooi ook heel vaak over gehad. Want hij ging toen ook, of hij zat al in het noorden. Het is een bizarre tijd geweest. Je komt natuurlijk eigenlijk, Nederland is klein. Maar eigenlijk is het heel groot. Want het mentaliteitsverschil was daar enorm. Er kwam een soort van
vlotte jongen uit het westen kwam, ja, zeg maar, in het wat stugge noorden. En ik moest dan een vestiging naar een hoger niveau tillen. Nou ja, ik was gewoon een soort van broekie. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het me wel op mijn manier gelukt. Ook met hulp van Jeroen natuurlijk, want die was er in die zin ook deels bij betrokken. Maar ja, ik denk dat ik het niet nog een tweede keer zou doen. Dat is echt wel iets wat ik... Maar het heeft me wel echt wel veel gebracht ook. Ja. Absoluut. Ja. Maar was jij je dan ervan bewust wat er gebeurde toen jij in Assen zat hier in het Haagse? Wat er met mij verder gebeurde. Nou, ik weet wel dat je natuurlijk heel succesvol werd. Maar niet natuurlijk hoe het je uiteindelijk vergaan is. Nee, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Ik kwam in zo'n rollercoaster terecht. Ja. Ja, best heftig eigenlijk. Ik vond sowieso het vertrek van jou, dat viel me heel zwaar. Daar heb ik echt heel veel last van gehad. Omdat ik eindelijk blij was dat ik een collega, een directe collega had, waar ik gewoon zo goed mee kon schakelen. En waar ik gewoon mezelf kon zijn. Ja. En waar ik ook wat van kon leren. Ja. En toen ging je weg. En vervolgens ging Jeroen ook weg. En ja, ik zag jullie toch wel een beetje van als mijn guru. Ja. En de personen waar ik me aan optrok. Ja. Dus ik vond dat heel heftig. Dus ik voelde me best alleen. Ja. En op het moment dat jij vertrok, kreeg ik de kans om accountmanager te gaan worden. Ik was natuurlijk recruiter van jou. Ja. En werd accountmanager. Dat vond ik heel pittig. Maar ik had wel zoiets van, ik ga dit gewoon doen en ik ga het maximale eruit halen. Ja. Ja. Weet je, het was op die vestiging toen de tijd best wel veel haantjes. Reuring. Heel veel reuring. Ja. Iedereen wilde zichzelf laten zien. Ja. En het was best pittig voor mij als alleenstaande moeder met kleine kinderen ook. Ja. Ja. Werd niet altijd even serieus genomen. Behoorlijk, dus ik had behoorlijk vakgebied ook. Ja, precies. Dus ik had heel erg het gevoel dat ik mezelf onwijs moest bewijzen. Oké. Okay. En dat viel mij niet altijd makkelijk. Hè? Dat was best wel pittig. Maar goed, je kent me. Hè? En als ik ergens aan begin en mijn tanden ergens in zet, dan is succes verzekerd. Ja. En dat was toen ook al. Ja. En dat heb ik denk ik ook meer dan bewezen. Ja, wel heftig om te horen inderdaad. Ja, ik ben natuurlijk zelf ergens ingestapt en je wordt dan zo meegezogen in zo'n soort van succesverhaal voor jezelf. Dat je eigenlijk gewoon vergeet waar je dan soort van vandaan kwam. Ja, ja. Ja, dat vergeet ik nooit waar ik vandaan kom. Nee, is ook wel belangrijk eigenlijk. Ja, heel belangrijk. Ja, ja. Ja, absoluut. We hebben altijd contact gehouden. Ja. Maar we zagen elkaar natuurlijk tussentijds ook wel eens. Ja. Zo hadden we bijvoorbeeld tijdens de maandagperiode een wintersport in Chamonix. Ja. Daar zagen we elkaar voor het eerst. Ja, daar zagen we elkaar voor het eerst. Ja. Was heel leuk. Ik ben natuurlijk niet zo super emotioneel, dus ik heb mijn tranen heb ik weten te bedwingen. Ja. Maar ik vond het natuurlijk wel superleuk om elkaar even weer te zien. Ja, eigenlijk kwam ik er toen achter hoe heftig die tijd ook voor jou was geweest. En hoe bijzonder onze band eigenlijk was. We hebben natuurlijk wel contact gehouden. Hè? Je werkt met hetzelfde bedrijf. Dus je stuurt af en toe een mailtje of een berichtje. Wat dan ook. Dat hebben we wel gedaan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ongelooflijk druk. Hè? In Den Haag. Ik had het heel druk in Assen, waar ik werkte. Dus op dat moment was het echt een soort van kleine reunie voor mijn gevoel ook. Ja, en zo voelde eigenlijk ik ook. Is toen eigenlijk mijn gevoel ontstaan van, dit is voor mij gewoon bijna voor het leven. Ja. Dat gevoel wat je hebt met iemand. Nou ja, dat hebben we denk ik ook wel zo doorgezet. Hè? Want na de wintersport, toen kwam het festivalseizoen. En toen gingen we ook gewoon buiten werktijd chillen met elkaar. Ja. Ja. Ook niet gek dat mensen dan op dat moment al begonnen te denken van, volgens mij hebben ze een relatie met elkaar. Ja, dat hebben we ook nog meegemaakt. Ja. Dat mensen dan dachten. Ja. Dat begon daar ergens. Maar dat ging natuurlijk door en door. Ja. Ja. We hebben dus geen relatie gehad. Nee. Voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid. Ja. Voor de mensen die nog twijfelen. Of zullen we het toch maar eerlijk zeggen? Nou, zullen we het onder ons houden? Ja, we houden het onder ons. Voor ons een weet. Hey, we hebben allemaal allebei verschillende dingen gedaan na de maandagperiode. Ja. Ja. We zijn enorm gegroeid als mens. Zo. Ook onze vriendschap heeft in principe altijd stand gehouden. Ja. Maar toch moesten we ook eventjes een soort van afstand nemen van elkaar. Ja, zo voelde gedwongen, dat wel. Want jij ging wat anders doen, ik ging wat anders doen. Ja, zeker. Ja. Ja. Kun jij iets vertellen over die periode na maandag? Ja, nou, maandag is natuurlijk een langere tijd geweest. Ik denk dat ik iets van ruim 5 jaar gewerkt heb. En op een gegeven moment kwam er een moment dat ik wat wisselingen gehad had van functie. En toen werd ik op een dag op kantoor uitgenodigd door Johan.
En die vertelde mij dat het voor mij erop zat. Er was wat wijzigingen geweest inhoudelijk op vestigingsniveau. Nou ja, weet je, het is een tijd geweest. Ik weet het niet eens meer precies wat er gebeurd was. Maar voor mij was de tijd voorbij. Ja, op dat moment moest ik ook wat anders. Toen heb ik een kleine uitstap gemaakt naar Jair. En in die tijd is eigenlijk ons contact ook weer wat meer naar boven gekomen. Want ja. Jij had ook die uitstap gemaakt. En ja, wat was het dan bijzonder om dan zo lange tijd bij Maandag te hebben gewerkt en het dan nu bij een ander te moeten doen? Gewoon een andere omgeving, een ander bureau, eigenlijk ook de concurrent. En bij Jair was het een hele korte tijd. En toen begreep ik dat Johan op een gegeven moment naar Jair kwam. Toen dacht ik, nou ja, nu is het wel een mooi moment om dan inderdaad echt gaan na te denken van wat wil ik nou precies? Ja. Ja, en toen kwam er een soort lichtpunt in mijn leven. Dat ene telefoontje. Dat, ja. Jeroen op een gegeven moment het idee had van, ik ga het voor mezelf doen. Ja, dat is wel echt wel iets unieks. Als toch? Ik daar nu over, daar nu over terugdenk, dan, dan geeft me dat wel echt een warm gevoel. Ja, ik weet nog dat ik gewoon op een, ik was aan het werk en ik weet niet eens meer welke dag het was, maar werd toen gebeld door Jeroen. Jeroen blijft de rode draad hè, bij ons in ons leven. Echt, hè? Ja. En hij gaf aan van, joh, hij was op vakantie nog op dat moment. Volgens mij belde hij vanuit het buitenland. En hij gaf aan, als ik gauw terug ben, wil ik graag even een afspraak met je inplannen. Ja. Ik heb wat leuks. Nou, eenmaal de afspraak ingepland, zijn we lekker gaan lunchen op de Denneweg in Den Haag. En jij dacht, waar gaat het over? Nou ja, ik voelde hem wel al een beetje aankomen. Ja. Maar ik was natuurlijk wel heel nieuwsgierig. En ja, want hij had jou uiteindelijk als eerst benaderd, hè? Voor mij natuurlijk. Ja, hij had mij als eerste benaderd. Ja. En op dat punt was ik eigenlijk al in een soort modus van, ik wil niet meer detacheren. Ik wil heel wat anders gaan doen. Ja. Dat heb ik een paar keer gehad. Ja, zie ons nu. Ja. Maar ik was klaar met detacheren. En op het moment dat, dat ik met Jeroen ging lunchen, toen vertelde hij over zijn plannen van Daan. En wat hij een beetje had bedacht. En ja, dat hij het heel graag met mij zou willen doen. Ja. En ja, hoe ik daar dan tegenaan keek. Hoe vond je dat toen? Toen je dat echt zo op de man af aan je vroeg? Nou ja, een gevoel van trots. Ik vond het sowieso heel leuk om weer met Jeroen in contact te komen. Ja. Ik heb altijd een heel warm en speciaal gevoel gehad. En een speciale band ook gehad met Jeroen. Dus ik vond het leuk. Ik vond het spannend. En ik vond het vooral ook heel tof en stoer dat hij dat wilde doen. Maar ik had wel zoiets van, ja, weet je, wel spannend. Want de manier hoe hij het vorm had gegeven, was dat voor mij vrij spannend om te doen. Hè, met mijn gezinssituatie. Ja. Ik had toch wat meer zekerheid nodig. Precies. En iets wat nieuw is, ja, dat is natuurlijk altijd eng. Maar toch geloofde ik wel in hem. Ja. Dat heb ik eigenlijk gehad vanaf dag 1. Er was nog helemaal niks. Geen klant, geen kandidaat. Nog helemaal 0,0. Maar ik geloofde er wel in. Ja. En ik denk dat, dat ook heeft gezorgd dat, dat ik een harde eis heb neergelegd bij hem. Van, nou, ik ga het doen. Maar alleen als Martijn het ook gaat doen. Ik wil het samen met hem doen. Als hij het niet doet, dan doe ik het ook niet. En ik dacht, misschien hoopte ik ergens ook, dat het niet zou lukken, omdat ik dacht, nou, waar ik nu zit, daar zit ik in principe wel prima. En daar heb ik gewoon mijn zekerheid en blablabla. Ja. Bla, bla. Ja. Maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen. Nadat hij met mij heeft geluncht, is hij contact opgenomen met jou. Ja. And the rest is history. Ja. Ja. Ja, ik kreeg datzelfde telefoontje op een gegeven moment. En en wat dacht jij toen? Ja, nou ja, eigenlijk kwam snel al in het gesprek naar voren dat hij jou ook had benaderd. Dus hij gebruikte jou eigenlijk als een soort USP, een unique selling point. Van, nou ja, ik ga dit beginnen. Dat ben ik ook. Dat ben je ook. Met Jessica. Ze zegt ja op het moment dat jij het ook doet. Dus weet je, nou oké, no pressure there. Maar nee, ja, op dat moment vertelde ik al dat ik bij Jair zat met het punt van, dit is niet de beste stap geweest ever. En toen kwam dat telefoontje. En ik weet nog heel goed dat ik het heel spannend vond om ergens in te stappen wat nog niet bestond. Maar ja, Jeroen kennende was het iemand die we al kenden, ook in het werkveld. En echt een goed verhaal had. En
Ja, ik weet je, op het moment dat ik ook jouw naam hoorde, dacht ik, dit is gewoon een teken. Dit is eigenlijk waar ik gewoon nu weer naar op zoek ben. Weet je, na maandag, na dat moment dat ik naar Assen ging, na het uitstapje naar Jair, eigenlijk in die hele tijd met jou niet hebben samengewerkt, merkte ik gewoon dat ik dat eigenlijk heel erg gemist heb. Ja. Toen dacht ik, ik ga gewoon ja zeggen. Ik ga letterlijk het risico lopen, ook met inkomen uiteraard. Want je begint gewoon from scratch, met niks. Maar jij bent er. Jij was erbij. Ja, dat moet gewoon een succes worden. Dat kan niet anders. Was dat jouw geruststelling? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik weet wel dat ik had natuurlijk een opzegtermijn. Jij begon iets eerder bij Daan. En ik kwam iets later. Maar ik kon niet wachten. Ja. Nee, ik kon echt niet wachten. Nee. Ik begon 1... Leuk, hè, om te horen. Ik begon 2 januari 2012. Ja. Bij Daan. Ja. Ja. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik echt, wow. Ja. Dat lijkt heel lang geleden. Dat is het natuurlijk ook wel. Ja. Tijd is wel heel snel gegaan ook. Maar het staat nog wel echt op je netvlies gegrift, hè? Ja. Dat die eerste ja. dag. Ja, dat zal ik ook gewoon nooit meer vergeten. Ik heb ook, op dat moment begon er ook gewoon een hele mooie kans voor mij. En de groei van werknemer naar, werknemer in loondienst naar ondernemer. Ondernemer, ja. Dus ja, weet je, dat vind ik wel een hele bijzondere periode. Ja, ja. En die eerste paar maanden moest ik het natuurlijk doen zonder jou, hè, want jij... Had dat opzegtermijn nog. Opzegtermijn, en dat moest je dan nog uitzitten. Ja. En, ja, dus dat was natuurlijk wel spannend. Ja. En ook, ik keek er wel heel erg naar uit op het moment dat we echt met elkaar konden gaan zitten, want... Voor mij voelde het nog wel een beetje vreemd. Los van het feit dat het een nieuw bedrijf is. Ja, je gaat bellen met Jessica Jaling vandaan. Bij maandag kende iedereen me al. Met wie? En bij, precies dat. Pardon? Ja. Die kennen we niet. Nee. Ja, weet je, en als je dan nu kijkt, hè, naar een organisatie zoals Jeroen dit heeft neergezet. Ja. Dat is... Ook mede door ons natuurlijk, hè. Nou ja, ook. Maar ook door een geniale ondernemersbrein. Ja, echt het geloven ook in mensen. Ik denk dat dat ook iets is waardoor die ons ook heeft overgehaald. Echt dat geloof in echt onze kracht samen. Ja. En daar zitten we 15 jaar later nog steeds nu tegenover elkaar. Ja. 15 jaar later bestond de podcast nog niet eens. Dus ook wij worden ouder. Dus kijk, ons zitten nu. Ja. Maar ik denk dat dat ook iets is waar we heel veel aan gehad hebben. Ja, nou, dat denk ik wel. En we zeiden net al van de rode draad in ons leven. Ja. Dat we uiteindelijk weer mochten samenwerken bij Daan was natuurlijk gewoon een cadeautje. Absoluut. Veel dingen meegemaakt. Zo. Veel geleerd. Ja. Veel gedaan. Ja. Maar als ik zeg maar naar mezelf kijk, is dat wel echt de leerschool geweest na zelfstandig ondernemerschap. Absoluut. Absoluut. Ik denk ook echt dat moment toen wij bij Daan echt weggingen, dat moment, dat het echt ook het beste moment ook was. We hadden heel veel geleerd, heel veel gedaan. De organisatie stond ook echt. Ja. Voor mij was het ook echt soort van klaar. Maar het is echt een tijd geweest dat ik ook mezelf ook heel vaak ben tegengekomen. Als ik wel eens terugkijk op toen, hoe ik er dan nu in zou staan, dan denk ik, ik ben niet altijd even de makkelijkste geweest, denk ik. Nee, je bent zeker niet een van de makkelijkste geweest. Nee. Maar goed, ze zeggen dat wijsheid met de jaren komt. Ja. Waar sta je dan nu? Ik ben een beetje een trage leerling. Ja. Maar jij zei het net al in het begin van dit verhaal, dat ik Daan echt een warm hart toedraag. Ja. En dat is ook heel, ik denk dat ook heel leuk is. Weet je, ook, hè, als je elkaar tegenkomt of wat dan ook, zeker in het werkveld. Ja. Maar veel meegemaakt ook in die tijd. Hey, want laten we daar gewoon heel even op inzoomen. Want ik denk dat dat ook wel leuk is, hè? Ook om voor onze kijkers. We kregen ons eerste kantoor. Dat was een beetje zo, het einde van 2012. Ja. Beetje oktober, november. Ja, klopt. Toen gingen we als eerste zitten op de Noordwal in Den Haag. In Den Haag. Dat was ons allereerste kantoor. En daar zaten we dan als twee ondernemers. Kamertje van 10 vierkante meter. Ja. Maar echt, we waren echt koning te rijk. Ja, ik voelde me echt als een soort prinses. Businesswoman. Ja, businesswoman. Ja, 10 vierkante meter en blij. En wij zaten als een kind in de speeltuin. Wij zaten er. Ja. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk ook het moment van het echt ondernemen. Dat we het echt helemaal zelf gingen doen. En ik denk ook dat die ondernemersgeest daar ook echt geboren is.
Ik denk dat we het alle twee wel een beetje in ons hadden. Dat we toch wel heel erg initiatiefnemend zijn. En dingen graag op willen pakken. Naar ons toe willen trekken. Tot ergernis soms van onze omgeving. Ja. Maar ik denk dat toen echt, zeker bij mij, de ondernemersgeest geboren is. Op dat moment. Van dat eigen kantoor. Echt het, ja, je eigen broek, zeg maar, ophouden. Maar wel met een soort organisatie achter je. En ook het geloof in je. Waardoor je echt die drive helemaal kunt verbreden. Kunt uitbreiden. Ja. Nee, dat was een hele gave tijd. Op het begin. Ja. Ja. Maar ook hoge pieken, maar diepe dalen. Ja. Ja, we hebben een hoop uitdagingen gehad. Ja, zeker. En we hebben best wel veel, nou ja, ook persoonlijke dingen met elkaar meegemaakt. Die het best lastig maakten voor ons om ons werk nog goed uit te kunnen voeren. Ja, zeker. Je broertje werd ziek. In die tijd bij Daan is mijn broertje heel ziek geworden. En je merkt ook dat, eigenlijk is dat iets wat me altijd bijblijft. Is dat je een organisatie achter je hebt, al ben je ondernemer. Die vanaf dat eerste moment heel warm, heel betrokken, echt oprechte betrokkenheid en oprechte zorg ook eens heeft geuit naar mij, maar ook naar mijn familie toe, met name natuurlijk mijn broertje. En ook de vrijheid kreeg, logischerwijs, maar goed, er zijn bedrijven die dat wat minder snel doen. De vrijheid kreeg om echt dit helemaal tot me te nemen, gewoon uit het werkveld. En ja, dat was een hele heftige tijd. Maar als ik ook kijk naar hoe jij dat ermee omging, toen Julian ziek werd, dat ik echt gewoon 4 maanden lang letterlijk de stekker eruit kon trekken. En jij alles van me overneem. Gewoon no questions asked. Van joh, dit ga ik voor je doen. Ja. Je hoeft niets vanaf dit moment niets meer te doen. Ja, dat is iets wat je altijd bijblijft. Dat heeft het ook echt in ieder geval meer behapbaar gemaakt in die tijd. Want je bent ondernemer. Je kunt niet zomaar als ondernemer de stekker eruit trekken. Nee. Op het moment dat je dat doet, dan verdien je niks. Nee. En we hadden al een sterke band. Maar ik denk vanaf dat moment dat het eigenlijk nog maar sterker is geworden. Ja. Ja. Er was ook nooit een twijfel bij mij of ik moest helpen. Maar het was meer gewoon, neem je tijd en het komt goed. Werktechnisch in ieder geval. Zorg er maar voor dat Julian beter wordt. Ja. Dat was in principe waar iedereen aan dacht. Ja, zeker. Ja. En niet alleen ik, maar ook de hele organisatie die achter ons stond. Ja, dat vergeet je niet meer. Nee, ik denk dat dat op dat moment ook het moment was dat je echt kon voelen dat er heel veel samenhorigheid was. Ja. Dat er veel werd vanuit de organisatie echt werd meegeleefd. Ja, absoluut. Hè, op een heel menselijk niveau. Ja. Ja. En dat sterkte mij natuurlijk ook, hè, want ik nam al het werk over. Ik werkte alleen. Ja. Maar ik voelde me niet alleen, want ik werd geholpen door de hele back-office vandaan. Ja. Ja. Hè, iedereen die ons echt door dik en dun heeft gesteund. Ja. Tijdens jouw afwezigheid. Ja. Ze stuurde ook iedere week een kaartje naar het ziekenhuis dan. Ja. Naar Julian. Ja, met zo'n Daan-logo. Weet je, ik heb natuurlijk heel veel die kaartjes. Ja. Echt handgeschreven ook. En dat was echt zo bijzonder eigenlijk, weet je. Dat, liever maak je natuurlijk zoiets niet mee. Maar als je het dan meemaakt, wil je dat wel op deze manier. Precies, ja. Ja. Nu denken alle kijkers, we gaan ons inschrijven bij Daan. Ja. Daar wil ik werken. Maar even voor de goede orde. Moet je ook voor de goede orde. Mijn broertje is inmiddels weer beter trouwens. Gaat heel goed met hem. En november is geboren. Ja. Dat is natuurlijk een grapje. Nee, ik, als ik aan die tijd terugdenk, dan breekt ook mijn hart. Ja. Je weet dat ik ben vrij emotieloos. Tenminste, dat denkt iedereen. Maar dat was wel een moment dat wij echt samen wel heel veel verdriet hebben gehad. Zo, ja. Dus, ongelooflijk. Ja. En ook echt veel steun. Ik heb ook echt heel veel steun in gehad. Heel veel ruimte gekregen. Maar die steun echt onzichtbaar en zichtbaar. Ja, dat is heel bijzonder. Dat maakt jou ook echt heel bijzonder. Ja. Ik denk dat wel iets is. Ja, ik bedoel, dat maak je niet vaak mee. Dat iemand echt je, ook vooral onzichtbaar, je dat gevoel geeft. Van joh, I'm here. Ja. En dat kan dan inderdaad. Kijk, je hebt mensen die dan inderdaad je 4 keer per dag bellen. Of inderdaad continu langs willen komen. Maar dat is niet wat je nodig hebt. Dat is niet wat je nodig hebt op dat moment. Nee. Ja. Nee. Dat waren minder leuke dingen. Ja. We hebben ook heel veel leuke dingen meegemaakt.
Hè, we gingen natuurlijk ineens veel mooiere auto's rijden. Zo, ja. Ineens werden we ondernemer. Kwamen ineens de Audi's en de Volvo's om de hoek. Dat was heel gaaf. Ja, bizar. Hè, maakte iedere jaar gewoon een soort... Ja. Ieder jaar gewoon een soort stap. Ja. Ja. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Ja. Ook dat vergeet je niet meer. Nee. Dat je echt denkt van... We hebben genoten. Bijna onwerkelijk eigenlijk op zo'n moment. Ja, letterlijk. Ja. Maar ook echt verdiend. Hè? We werkten ook echt heel hard voor. Ja. We hadden op dat moment ook echt de ruimte ook om zoiets te kunnen doen. Ja. Maar het is bizar geweest in die tijd. We zijn echt gegroeid ook in onze rol ook. En als ondernemer ook. En wat wisten we eigenlijk weinig, hè, van het ondernemerschap op dat moment? Niets. Nee. Ga het maar gewoon doen. Niets. Wat komt er toch veel bij kijken? En ja. Ik denk dat daar ook het zaadje is geplant voor wat jij nu hebt gedaan met november. Dat je eigenlijk ook dingen hebt meegenomen van... Ja, vooral hoe dingen niet moesten. En dan hoe het wel moet. Ja. Het was een harde leerschool. Zo. Maar dat heeft uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat ik ben gaan doen wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Ja. Ja, ik had het niet willen missen. Nee, weet je, als ik het nog een keer over mocht doen, had ik het exact zo gedaan. Ja. Alleen had ik misschien zelf wat andere keuzes gemaakt. Ja, ja. We zijn nu wat wijzer. We zijn wat wijzer inderdaad. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb echt absoluut nergens spijt van. Nee. En ik denk ook dat het me heeft gevormd ook. Ja. Als ondernemer. Ik denk dat we voor Jeroen af en toe wel een pain in die ass waren, hoor. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. En ik denk dat mocht hij naar deze podcast kijken, wat ik 100% zeker weet. Of luisteren. Of luistert. Dan tovert dat een glimlach op zijn gezicht dat wij dit nu beamen. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk altijd gezegd, nee, wij zijn de moeilijke niet. Nee. Ja. Aan ons heeft het niet gelegen. Nou, aan ons lag het ook nooit, hè? Nee. Nee, vooral niet. Nee. Maar goed, wij hadden altijd gelijk. Door schade en schande worden we wijzer. Zeker. Ook hierin. Dat denk ik ook. Ja. De keuzes die je maakt, de dingen die je doet. Toch? Ja. Ja. Maar bij Daan kwam er ook ooit een einde. Er kwam een einde. Ja. Ik ben heel trots dat wij mogen zeggen dat we een bouwsteen zijn geweest van de organisatie. Ja. Ja. Ik denk dat... Laten we hopen dat dat ook zo gezien wordt. Maar dat wordt wel zo gezien, dat geloof ik. Ja? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Gelukkig maar. Dus dat, tuurlijk, weet je, met de jaren, ze zijn nu nog groter geworden. Ja. Daar hebben wij verder geen bijdrage aan geleverd. Nee. Dus, maar ik bedoel, dat wordt 100% zeker zo gezien. Ja, dus er zal altijd wel een wederzijds respect zijn, in ieder geval vanuit mijn kant. Precies, ja. 100%. Hè? Ja, dus ik kan ook niks negatiefs zeggen, benoemen. Het tegendeel bewijst, zeg maar. Ik ook niet. Dus, maar ja, weet je, als je dan dit hebt gedaan. Ik heb zo'n acht jaar bij Daan gewerkt. En in het jaar dat ik 40 werd, dat was in 2019. Dat vond ik echt afschuwelijk. Ja. Dat vond ik echt zo erg. Maar toen kreeg ik ook een soort, noem het een midlife crisis. Ik heb geen idee, maar misschien daar leek het wel een beetje op. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde doen met mijn leven. Nee. Maar ik wilde wel uit de gouden kooi, om het zo maar even te zeggen. Van kooi. Ja. En het gesprek aangegaan. Ook heel open en eerlijk altijd geweest met Jeroen. Dat kon ook met hem, weet je. Ja, precies. Ja. Dit is gewoon niet meer wat ik wil. Nee. Ik wil graag mijn vleugels spreiden. En ik wil dus stoppen met detacheren. Ja. Maar... Little did I know. Maar die periode daarvoor, net voordat ik dus die keuze had gemaakt... Wij hadden een goed huwelijk, maar wij kregen wel relatieproblemen. Ja. Want dat moeten we... Als het niet een 7-year itch, noem je dat? Zo'n beetje ongeveer? Dat denk ik wel. We kennen elkaar natuurlijk langer, maar Daan was denk ik 7 jaar denk ik dat geweest. Denk ik wel. Ik denk dat wij allebei op een punt terecht waren gekomen... dat we niet zeker wisten van of we dit nog wel wilden. Ja. Liet een bom ontploffen dat ik dus niet meer wilde samenwerken met jou. Nee. Maar ik zat gewoon zelf helemaal niet lekker in mijn vel. Ik wist gewoon zelf niet wat ik wilde. Het liep ook niet lekker tussen ons. Nee. De samenwerking ging ook niet goed. Nee. Ik denk dat dit dus gebeurt als je dus getrouwd bent. Ja, dat denk ik ook. Maar ik voelde dat natuurlijk ook al. Hè. Voor mij kwam het niet als een soort van donderslag bij heldere hemel. Maar ik denk inderdaad dat het zo voelt. Ja, ja. Echt dat denk ik dus. Huwelijksproblemen. Ja, ja. Ja. Toch geloof ik ook in het huwelijk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar, voor de volgende keer. Ja,
Volgende podcast. Maar nou ja, op dat moment dat ik dus die bom had laten vallen. Van joh, ik wil die samenwerking, die wil ik niet meer. En ik ben helemaal klaar mee. Ja, weet je, stond Jeroen natuurlijk ook een beetje met, ja, met zijn handen in het haar. Van ja, oké, wat nu? Ja. Ja. Maar ook daarin heeft hij ons altijd wel goed begeleid en meegenomen. Maar ik denk dat dat al een beetje soort van de voortekenen waren, ja, van ik wil stoppen. Ja. Hey, ik, ja, wil eigenlijk gewoon hier niet meer blijven. Nee, nee, hij heeft het natuurlijk ook altijd wel gemerkt in die tijd. Zeker die laatste 2 jaar, denk ik. Ja. Alles bij elkaar, jij en ik, de laatste, ja, 2 jaar. Merkte hij natuurlijk ook al dat dingen anders gingen dan in het begin. Ja, nee, ja, absoluut. Maar wel altijd nog wel moeite gedaan om ons op een bepaalde manier tevreden te houden. Ja. Binnen de organisatie, ja, te, ja, houden. Ja, absoluut. Dus ja, dat... Hij wilde ons natuurlijk niet kwijt. Nee, maar wie wel? Ja. Toch? Maar nou ja, op het moment dat ik het hoger woord was eruit. Ja. Ik ga stoppen. Bij Daan. Het was ook donderslag bij heldere hemel. Toch voelde hij het ergens wel aan. We zaten in Rotterdam. Ja. We waren gaan lunchen bij 1-8. Ja, als die boodschap eenmaal wordt verkondigd, is het, ja, komt hij altijd hard aan. Ja, het kwam heel hard aan. Maar wel met heel veel begrip, ja, werd ermee omgegaan. Ja. Ik was ook standvastig. Ik had er goed en lang over nagedacht. Ja, je was wel, je had je keuze gemaakt toen. Ja, maar ook toen had ik dus weer voor de tweede keer de keuze, ja, gemaakt om dus zeg maar te stoppen met detacheren. Ja. Ik wilde weer heel wat anders gaan doen. Ja. Tenminste, heel wat anders. Wel gewoon binnen de recruitment blijven. Ja. Dus dat vond ik wel heel erg leuk altijd om te doen. Ja. Maar niet zozeer in deze hoedanigheid. Nee. En ik wilde gewoon als corporate recruiter in-house gaan zitten bij een grote opdrachtgever. Ja. Vanuit ondernemerschap. Dacht je? Dacht ik, ja. 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 Zo gezegd, zo gedaan. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk, als ik even terug mag recappen. Toen heb jij mij in de steek gelaten. Ja. Op dat moment. Net als toen ik naar Assen ging, weet je nog, ja, dat moment? Ja. Zo voelde dat dan. Ja, maar zo voelde het. Ik bleef het natuurlijk, ja, met mijn ziek liggen. En alleen, ja, bleef ik natuurlijk achter. Ik vond het ook heel erg voor je. Ja, want ik dacht, wat moet hij nou zo? Ja, 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 ja. Ik heb er toen echt last van gehad ook. Ja. Eigenlijk wat jij had toen ik naar Assen ging, dacht ik. Zo, ja, voelde het. Zo voelde dat dus toen in die tijd. Ja. Als ik er nu over nadenk. Ja, precies. Zo voelde het. Exact. Ja, ja. Maar op 2 januari 2020 dacht ik van nou, ja, hartstikke leuk. Ja. Nu ben ik losgekoppeld van Daan. Ik kan nu gewoon lekker mijn eigen ding, ja, gaan doen. Ja. Ja. Ik had een concurrentiebeding van 1 jaar. Ja. Maar goed, ik ging toch in-house recruiten. Dus, ja, dat kwam niet. Zat je verder niet in de weg? Zat me verder niet in de weg. Nee. Had ook al een leuke eerste opdracht. Ja. Ja, en toen kwam corona. Ja, ja. Ja, die zag ik gewoon niet aankomen. Uiteindelijk toch wel wat mooie opdrachten nog mogen doen in dat jaar. Ja. En, maar ja, toen kwam ook weer bij mij een soort twijfelachtig gevoel van ja, heb ik hier eigenlijk wel goed aan gedaan? Ja. Ik heb er geen spijt van gehad tot de dag van vandaag, niet dat ik ben gestopt bij Daan. Maar ik denk dat ik er wel spijt van had, de periode waarin ik deze beslissing heb genomen. Ja. Want dat was gewoon niet handig. Maar ja, dat wist niemand. Nee, ja, dat zag niemand aankomen. Corona kwam om de hoek kijken. Ja. Na mijn eerste opdracht kwam ik eigenlijk zonder werk te zitten. Dus, ja, voor het eerst in al die jaren van strijden, ja, en werken en, ja, ja, voorgaan. En nou ja, kwam ik, ja, werkloos thuis te zitten. Te zitten, ja. 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 Ja, en die vond ik wel echt heel pittig. Ja. Dat heeft echt heel veel met mij gedaan. Als moeder, ja, maar ook als vrouw. Maar ook gewoon als, ja, businesswoman. Eerst heb je natuurlijk, ligt de wereld aan je voeten, ja, en dan ineens, ja, ja, zijn de boodschappen, ja, het ineens moment van de dag. Ja. En ook, ja, ineens heel duur, ja. Maar, nou ja, toch een paar opdrachten gedaan dat, ja, jaar. Ja, ja, ja. En ondertussen ook bij mezelf nagegaan van, joh, is dit wel echt wat ik wil? Ja. Hè, ja. In-house zitten bij een toffe organisatie. Ik heb toffe organisaties gezien. Leuke mensen leren kennen. Heel veel kennis vergaard. Ja. En ook gewoon wat breder gekeken dan alleen maar het detacheren. Ja. Hè, dus echt de corporate kant. Ik sprak, ja, met engineers. Ik moest ineens Engelse intakes, ja, gaan doen. Ja, ja. Je kunt niet zeggen dat je het niet geprobeerd, nee, hebt. Nee, precies. Nee. Ik zat binnen een supply chain organisatie. Ja. Was ook heel erg tof. Ja. En om ja, te zien hoe dat soort dingen werken. Ja. En hoe die processen gaan. Ja. Dus ik heb er echt wel heel veel aan gehad. Alleen ik merkte ook aan mezelf, dit is het ook niet. Nee. Ja, en het was best wel lastig, want ik dacht, ja, wat is het dan wel? Ja.
En eigenlijk, en dat, ook dat zei Jeroen altijd tegen mij van, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon lekker blijven detacheren. Ja. Ja. Nou, daar ben je goed in. Daar ben je goed in. Dat is wat je heel goed kan. En ik ben er ook goed in. Ik vind het ook leuk. Maar ik dacht altijd van, er is vast meer dan dit. Maar soms moet je, never change a winning team principe. Ja. En daar ben ik heel erg over gaan nadenken. En toen dacht ik, toen kwamen eigenlijk al de eerste ideeën van, ja, misschien wil ik gewoon een eigen recruitmentclub / detacheringsbureau. Ja. En in principe, op het moment dat ik eraan begon te denken, toen begon dat steeds meer te leven. En kreeg dat gewoon steeds meer vorm en body. Ja. Ja, toen begon ik ook te denken van, oké, als ik dit ga doen, ja, daar heb ik ook mensen nodig. Ja. Met wie ga ik dit dan doen? Ja. En wat wil je dan? Ja. Ik heb zelfs nooit de ambitie gehad om een grote organisatie neer te zetten met in iedere grote stad een vestiging, bla bla bla. Maar ja, wat ik wel wilde, heel graag, was met jou werken. Ja. Maar ja, ik dacht, nou, al die toestanden, de schade en schande die we al hadden opgelopen. Wilde hij dat nog wel? Ja, wilde hij dat nog wel? Ik vond het ook heel lastig om jou dan hiervoor te benaderen, want ik had ook nog niks. Nee. Ik was zelf ook nog vol aan het werk. Ik kon ook nog niks, want ik had een concurrentiebeding. Ja. En ik wilde ook gewoon netjes even op die pijnbank blijven zitten. Ja. Want dat was het. Ja. Lekker. Maar wel gewoon, het idee werd steeds groter en groter, begon steeds meer te leven. Ja. En op het moment dat ik echt een beslissing had genomen van, weet je wat? Fuck it, dacht ik. Ik ga het gewoon doen. Ja. Ik ga het gewoon doen. Ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Ik dacht, als ik het kan bij maandag en als ik het kan bij Daan, waarom zou ik het niet voor mezelf kunnen? Ja. Dacht ik. En in principe begonnen toen al een beetje de ideeën wat meer vorm te krijgen. Ik begon naar namen te zoeken. De gesprekken met jou begonnen eenmaal te lopen. Ja, ik zat natuurlijk nog bij Daan in die tijd, dat jij weg was. Ja. En inderdaad hebben we toen veel contact gehad, maar meer op het gebied van hoe gaat het nu hoe met gaat je? Het? Ja, precies. Ik kwam natuurlijk ook in die coronatijd bij Daan te zitten. We hebben heel veel vanuit huis gewerkt. Dus we hebben in die zin toen wel veel contact gehad. Ik had het ook echt met je te doen op dat moment. Want ik wist natuurlijk voor jou hoe zwaar het was. Ik zat natuurlijk nog bij Daan. Ik had een inkomen. Hij was heel zwaar. Ja, en jij niet. En op dat moment dacht ik wel van, was dit dan wel de beste keuze geweest? Maar ik bedoel, niemand is dit. Nee. Niemand is dit. Nee. En eigenlijk is toen denk ik ook wel juist door die tijd. Ja. Zeker zo'n beetje zo'n beetje de halverwege 2020 denk ik. Dat we toch weer, of dat jij het soort van het idee had van, nou ja, misschien dan toch maar een keer voor mezelf. Ja. Toen kwamen die namen ook een beetje aan bod. Weet je dat nog, die tijd? Ja, daar ging ik een beetje over nadenken. En op het moment dat ik dacht, nou, jij en ik samen. Jij en ik samen. En laten we dan vanaf het jaar daarna eens kijken hoe we dat dan verder vorm gaan geven. Ik begin alvast. Ja. En nou ja, jij had ook nog even een pijnbank waar je op moest gaan zitten. Zeker, ja. Maar op het moment dat we dit dachten, toen werd mijn dochter ziek. Ja. Ja, die kwam in principe vanaf het begin van het nieuwe jaar in 2021 kwam ze in het ziekenhuis te liggen. Ja. En dat heeft zo'n 7, bijna 8 maanden geduurd voordat ze eruit kwam. Ja. En toen kon ik helemaal niks. Nee. Dus alleen maar nadenken en nog eens nadenken. En ik denk dat die periode heeft ervoor gezorgd dat ik alle remmen heb losgegooid. Want daar waar ik ergens nog een beetje bescheidenheid had, terughoudendheid. Ja. Dat ik dacht, ja, kan ik dit wel doen? Hoe komt dit over ten opzichte van Jeroen bijvoorbeeld? Jij hebt altijd toch een beetje die... Ik heb altijd die terughoudendheid, die bescheidenheid gehad. Die terughoudendheid. Ik wil niemand in de weg gaan zitten. Nee, precies. Maar op het moment dat mijn dochter ziek werd en dat dat zo heftig werd, zelfs levensbedreigend. Ja. Toen dacht ik van, ik leef nu. Ja. En ik wil ook gewoon nu leven. Ik denk ook dat jij aan het overleven was op dat moment. Nou ja, ook overleven. En ik dacht, op het moment dat zij weer beter is, dan ga ik echt alles doen wat ik wil doen. Ja. Op het moment dat zij uit het ziekenhuis kwam, nou, jij weet het moment nog goed. We hebben nog heel veel contact gehad met elkaar. Dus ergens juli, augustus 2021. Ja. Ja. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ja. Toen begon ik al een klein beetje met hier en daar links, rechts detacheren. Ja. Hier en daar een kandidaat. Ja. Ondertussen zelf ook nog aan het werk. En op een gegeven moment heb ik gewoon de knoop doorgehakt. En dat ik dacht, ik stop gewoon met werken. Ja. Ik had ook geen inkomsten. Ik had hier en daar wel een losse plaatsing. Maar dat mocht niet echt een naam hebben. Maar ik dacht, ik ga dit gewoon fixen. Ja. Ik ben samen ook met mijn dochter Morgan. Die Mooi, nog aan het herstellen was. Ja. Maar niet echt naar buiten wilde.
Zijn we kandidaten gaan bellen, ja. Gewoon van Mondsupport, Nationale Vacaturebank. Ja. Gewoon eens kijken wat we voor elkaar konden krijgen. Ja. Kregen een coronaproject bij de gemeente Rotterdam. Ja. Kregen we gegund. Ja. En daar zijn we eigenlijk een soort van mensen gaan leveren. De kickstart geweest eigenlijk. Kickstart gemaakt. En ja. Eigenlijk ook een beetje door Morgan. Die heeft letterlijk gewoon zo veel mensen gebeld toen. Ja, heel veel mensen gebeld. Want ze wilden niet naar buiten eigenlijk. Nee. Dus ja, we dachten we moeten binnen ook gewoon onze tijd. Ja, en het was nog steeds de corona in die tijd. Dus, precies. Veel kon je ook niet. We konden ook niet veel. Ja, en ik denk dat we hebben heel veel mensen die snappen misschien niet dat als je zoiets neerzet, dat echt heel veel voeten in de aarde heeft. Ja, ja, ja. Dat er heel veel aan vooraf gaat. Ja. En in mijn geval was dit echt de ziekte van haar. Heeft me met beide benen op de grond gezet. Ja. Want op het moment dat je als moeder je dochter lijkt te verliezen. Ja, dan gebeurt er iets. Dat is een soort oergevoel. Ja, net als dat wanneer ze geboren worden. Ja. Datzelfde gevoel overvalt je dan. Maar dan zeg maar de andere kant op. Hè, dat verdriet is zo intens groot. En je kind zo zien lijden. Dat is heel heftig. Ja. Dit is de eerste keer dat ik erover praat. Ook de laatste keer. Omdat voor mij, als ik er alleen al aan terugdenk, is het best wel emotioneel. Zo. Maar ook hierin, of hieruit, heb ik weer een les gehaald. Ja. Dat je moet nu leven. Dus als je een kans hebt en krijgt, pak het aan. Ja. Hou geen rekening met anderen. Vaar je eigen koers. Ja. En als anderen dat niet leuk vinden, ja, jammer dan. Helaas. Hè, dat is dan echt jammer. Ik weet nog dat wij september of oktober 2021 hebben wij weer veelvuldig contact met elkaar gekregen. Ja, ik zat natuurlijk binnen dat concurrentiebeding. Ja. Ik had een opdracht toen bij CBR. Ik dacht Rijswijk. Ja, daar begon ik mee. Ja. En uiteindelijk bij CBR. Een hele leuke opdracht gehad als corporate recruiter. En toen wist ik eigenlijk al van dit ga ik tot eind van het jaar doen. En we hadden toen ook al gesprekken gevoerd. En ik was ook heel blij dat je me op een gegeven moment belde. Van kunnen we niet eens gaan kijken of we dat samen kunnen doen? Ja. En inderdaad, september, oktober van 2021 samengekomen. Wat vaker ook. Van joh, wat willen we dan? Ja. En hoe zie je dat dan voor je? Nou, wat grappig is dat we hadden natuurlijk bedacht, we gaan dit gewoon met z'n tweetjes doen. Precies. Want dat wilden we eigenlijk wel. Ja. Wij wilden niet dat gedoe met personeel en allemaal toestanden. Nee. Nee. Wij dachten, weet je, als we gewoon ieder zo'n 20 mannen aan het werk hebben. Dan is het prima. Hebben we een leuk leven. Hebben we een leuk leven, gaan we dat een beetje managen, bla bla bla. Ja, ja, ja. Dat hoeft allemaal niet. Nee. En al die moeilijke constructies, we gaan het gewoon lekker samen doen. Ja. Nou, best wel leuke plannen gemaakt. Ja. Maar dat liep helemaal anders. Hè, nou, totaal anders, ja. Dat liep echt heel anders. Ja, want hoe kijk jij daarop terug? Ja, nou ja, precies wat jij zegt. Ik denk dat wij onze succesformule, die is eigenlijk altijd een beetje blijven bestaan. Ja. En we wisten gewoon van als we elkaar ooit weer een keer gaan tegenkomen ergens, we zien wel wat het universum ons gaat zeggen. Ja. Dat we dat weer samen moeten doen. Ja. En als ik kijk naar hoe we er dan nu voor staan, dan denk ik ongelooflijk dat we het nu niet meer samen doen, maar met heel veel anderen. Ja. Maar nog steeds na 15 jaar elkaar echt op die manier weten te vinden. En ik blijf het altijd maar zeggen, ooit is het onzichtbaar. Niet iedereen ziet het altijd even, maar wij weten het. Ja. Dat is iets, en in die tijd ook, hè, dat was dan september, oktober 21. Toen begonnen we elkaar ook te bellen in het weekend. Toen waren we in het weekend. Wij waren altijd nog discreet. Wat, ja, precies. Op een gegeven moment was het ook niet de coronatijd. Er mocht ook wat meer. Zijn we een keer gaan eten, geloof ik, of zo die tijd. En mijn beding kwam een beetje op zijn einde. De pijnbank bedoel je? De pijnbank, ja. Dat was echt, maar goed, dat beding is ook niet voor niets in het leven geroepen. Nee. Ik denk dat we alle twee dachten van, weet je, we zingen het wel uit. We hebben het gerespecteerd. En als ik nu op terugkijk, ben ik er ook alleen maar sterker door geworden. Want ja, het was ook echt volhouden. Ja. Toen kwam het moment dat begin januari 2022 kwam. En daar kwam onze samenwerking weer. Ja. Na 2 jaar, denk ik. Het niet te hebben gedaan. Ja, dat kwam inderdaad. Ja. Na 2 jaar. Ja. Maar het moment dat we bij elkaar gingen zitten. Ja. Aan mijn keukentafel. Hè, want toen hadden we nog helemaal geen kantoor. Nee. En, het voelde een beetje alsof de geschiedenis zich herhaalde. Ja, maar dan zeg maar niet met Van Kooi aan het roer. Nee. Ja. Nee. Ja. Dus dat gaf ook een hele andere dimensie natuurlijk. Logisch ook. Want nu hadden we echt het gevoel van, was jij eigenlijk mijn Jeroen een beetje? Was natuurlijk de founder en was echt het idee, de ideeënbedenker. En daar zat ik dan bij jou. Maar ja, het moment dat ik ook binnenkwam bij jou thuis, wist ik gewoon, dit
is de beste keus weer ever. Ja. Weet je? En dit wil ik eigenlijk, ik ga niet hierna nog een keer zoiets doen. Dit moet het nu gaan worden. Ja. Als dit het nu niet wordt. Die twijfel heb ik overigens nooit gehad. Maar stel... Ga je weer in dienst bij maandag? Ga ik in dienst bij maandag? Ga ik God bellen. Ja. Hé, hey, dus, Rob, met Martijn. Ja. Hoi, hoi. Zoek je nog mensen? Ja. Nee, ja. Dus dat... Bouwen civiele techniek kan ik ook niet. Sponsor. Nee, ja. Nee, dit is ja, ik wil niet zeggen mijn eindstation. Maar eigenlijk is het mijn eindstation. Ja. Dit is mijn punt van, dit moet succesvol worden. Hier ga ik 100% voor. Ja. En het kan me ook niet meer schelen wat mensen van me denken. Ik heb een jaar echt op de bank gezeten. Ja. Met mijn netwerk. Eens. En ja. Jij keek me ook echt zo aan van, nu mag ik weer. Hè? Van, nou, doe het dan ook maar. Ga iedereen maar bellen. Maar dat viel nog best wel tegen. Ja. In het begin. Ja, zeker. Als ik heel eerlijk ben. Als ik nu op terugkijk in dat begin, dan... ja, je bent natuurlijk wel Martijn Verloop en je hebt dat grote netwerk. Ja. Maar ja, van wie ben je dan eigenlijk? Ja. Natuurlijk, we zeiden vroeger altijd van, maakt niet uit welke naam boven je hangt, wat is kiezen voor jou? Ja, ja. Klopt. Viel me toch wel tegen. Ja, dat viel ook tegen. Maar dat is altijd, als je met iets nieuws begint. Mensen kennen het niet. Nee. November, ja, wat is dat dan? Wat doen jullie dan? Zelf hadden we ook nog niet helemaal helder van, oké, waar staan we dan voor? Wat is het? Kernwaarden. Precies. Ja. Dus je moet, alles moet gewoon nog een beetje gaan landen en body krijgen. Zeker. En dat kwam natuurlijk iedere week. Zeker. Kwam er steeds meer kennis en steeds meer gevoel van, we zijn een beetje aan het landen. Ja, zeker. En ik denk dat, kijk, we hebben toen de tijd altijd gezegd van, weet je, tot de dood ons scheidt. Ja. Maar dat denk ik ook echt. Nu, ik denk dat ik het nu klinkt heel heftig, maar ik denk dat als je in het woordenboek op zou zoeken tot de dood ons scheidt, dan staat er achter Jessica en Martijn. Ja. Het is een begrip. Ja. Absoluut. Je weet het, je bent vaak de eerste die ik spreek op een dag. Ja. En ook vaak echt de laatste. En daar waar we vroeger altijd nog een beetje rekening hielden van, oké, kantoortijden. Ja. Ik kan hem nu nog even bellen, net 5 voor 5. Ja, nu heb ik zoiets van, als het zaterdagmiddag is, dan bel ik je ook gewoon. Bellen we. Ja, kwart over 8 avonds, weet je, door de week. Prima. Ja. Prima. Ja, dus dat is maar leuk. Ik neem met plezier mijn telefoon op als jij belt. Ja. Dat is echt, dan weet ik gewoon, dit is iets. Het kan dan wat minder leuk zijn, maar het is ook vaak iets heel leuks. Maar ik weet gewoon, je belt natuurlijk niet van, ja, we bellen elkaar, natuurlijk, we bellen ook elkaar wel zomaar. Ja. Maar dat komt dan meer nadat we dat verteld hebben, waarvoor we dan belden, zeg maar. Ja. Dus het is altijd heel erg ondernemersgericht. En dat vind ik heel tof. Ja, nee, dat is het zeker. Ja. Ik denk dat we ook nu wel weer heel veel hebben geleerd. Hè? Als ik naar mezelf kijk, bij het opzetten van november en zeker dan de achterkant. Ik had nooit geweten dat er, zeg maar, zoveel bij kwam kijken. Ik ook niet. Ik denk dat als ik het van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Nee, ik heb je echt zien niet letterlijk, maar echt zien zweten. Ja. Weet je. Dat kwam ook omdat we hadden eerst een keuze gemaakt van, ja, we gaan het doen met z'n tweeën. Ja. Ja, al heel snel boden eigenlijk mensen precies, zich aan. Precies, we hadden zo'n aanzuigende werk in. Ja, mensen wilden zich bij ons aansluiten, na de eerste week al. Nou, precies. En ik begreep niet zo goed waarom. Maar ik vond het wel heel tof dat mensen echt... Niet zo bescheiden, kom op. Nou ja, wel. Weet je, ik had niet echt het gevoel van, oké, waarom zou je dit willen? Want in principe staat er nog niks. Nee. Maar goed, de dosis enthousiasme, humor, motivatie. Ja. Ja, weet je, ik geloofde er ook heel erg mensen in. Mensen kenden ons wel natuurlijk uit ons werk. We wisten hoe we werkten. Dus die zagen ook wel, geloofden er ook wel in. Nou ja, dat vond ik wel mooi. En dat vond ik zo tof dat ik dacht, ja, als zij dit willen, ja, dan moeten we dit gewoon gaan doen, man. Ja. He, dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Het was helemaal niet dat alle plannen in beton waren gegoten. Van, oh, nou, we gaan een hele organisatie en een franchise club en bla, bla, bla. Ja. Helemaal niet. Nee. Dus, en dat vind ik wel heel mooi. Want ik zie het echt zo. Dit is het universum. Die heeft gezegd van, Jessica, dit is het pad. Ja. En dit ga je gewoon nu zo bewandelen. Ja. Het kwam gewoon echt op ons af. Letterlijk. Letterlijk. Ja. En als maar, het ging niet vanzelf. Het ging niet vanzelf, maar dat is ook niet wat het universum doet. Nee. Hè? Je zult er ook wel wat voor moeten doen. Hè? Je kunt niet achteroverleunen en denken van, nou, weet je, het komt allemaal wel. Het komt allemaal aanwaaien. Precies. Ja. En omdat dat zo ging en omdat we de ene naar de andere die zei van, nou, weet je, ik wil dit ook. Ik wil me aansluiten bij jullie. Ja, ja. Ja, zo zijn we eigenlijk een organisatie geworden. Ja, letterlijk. En dat is eigenlijk wel heel grappig, want dit is ook de eerste keer, denk ik, dat veel mensen dit dan zo horen. Anderen zullen misschien denken, oh, dat waren misschien plannen die al lang gesmeed waren en bla, bla, bla. Nee. Totaal niet. Letterlijk. Ik wist helemaal niks van hoe je een back-office moest runnen en wat je allemaal ervoor moest doen. We dachten het dat we dat wisten. Precies. Ja, maar de slapeloze nachten, de stress, de druk,
de onzekerheid. Je ziet in onze branche vaak van die mensen die zeggen, ik begin een bureau. En ik zeg heel vaak ook tegen opdrachtgevers van, zeker in het begin, dat je moet uitleggen wie je dan was. Van joh, het bureau bedenken is het één. Ja. Maar het beginnen is echt het ander. Precies, ja. En dat ziet dus niemand, hè. Dus de struggle achter de schermen. Ja. Nou, ik denk ook dat, daar ben jij echt een ster in. Jij wil het ook echt uitstekend doen. Goed, tot in de is puntjes. Niet goed genoeg. Tot in de puntjes. En ook natuurlijk wat een back-office betreft. Hè, een bureau beginnen met je poppetje verloning, contracten, certificeringen. Er komt zoveel bij kijken. Ja. En bij jou was goed niet goed genoeg. En dat zie je ook nu naar de buitenwereld toe. Hoe dat ook wordt ontvangen. Ja. Hè, we vallen en we staan weer op. Ja. Maar iedere dag zijn we aan het, ik vind het een heel lastig woord, professionaliseren. Ja. Zo, die kan mooi ook gezegd. Mooi uit, ja, dat heb je heel mooi gezegd. Fantastisch. En dat vind ik zo gaaf aan november, dat we echt in onszelf geloven, maar ook openstaan voor verbetering. Ja. Iedere dag weer, want je kunt het ook iedere dag beter doen. Ja. En we zijn allemaal mensen. Hè? Nee, en dat is ook een van de redenen waarom wij dit bijvoorbeeld doen. Een podcast maken. Ja. Ja, we krijgen best wel veel, nou ja, we krijgen lovende reacties. Ja. We krijgen ook wat kritiek. Andere mensen zeggen van, ja, wat heeft Willy Wart al nou te maken met detacheren? Ja. Hè, of waarom is een personal trainer goed voor jouw bedrijf? Ja. Nou, heel simpel, aan het einde van de dag kijken we in de spiegel en dan zijn we gewoon Martijn, Jessica, we zijn gewoon mensen. Ja. Ja. Ja, dat is dat, ook al ben je de meest grootste zakenman die er bestaat. Ook dan de mens achter. Ja, er zit altijd de mens achter. Die zie je vaak niet. Precies. En met onze podcast willen we gewoon de mens laten zien. Ja. Dus wij laten nu ook best wel veel van onszelf zien. Ja. We zijn nu ook vrij eerlijk open met wat we hebben meegemaakt. Ja. Ja, ik denk dat dat gewoon werkt. En dat creëert draagvlak. En als je draagvlak hebt, dan gaan mensen gewoon naar je luisteren. Dan gaan mensen naar je kijken. Dat vinden mensen leuk. En ja, dat kun je ook gewoon dan vertalen naar het zakelijke stukje. Ja. Dus daarin wil ik graag uniek zijn. En ik weet nog, in een van de laatste gesprekken die ik met Jeroen heb gehad, gaf hij ook aan van, ja, gaan we elkaar tegengekomen? Dat was een beetje de afronding van de Daanperiode. Ja. Ja, toen zei ik volmondig, ja, dat denk ik wel. Maar eigenlijk, op dat moment wist ik het helemaal niet. Ik had helemaal geen idee. Ja, natuurlijk, we komen elkaar nu tegen. Maar wat ik ook tegen hem heb gezegd, er is genoeg voor iedereen. Zeker. En laten we gewoon samenwerken met elkaar. Laten we die verbinding juist zoeken. Ja. Waarom moeten we altijd zo concurreren en zo haatdragend? Ja. En die praat dan niet met die. Ja, voor mij hoeft dat helemaal niet. Weet je wel, we zijn gewoon allemaal, zitten we in hetzelfde schuitje. En we kunnen dit toevallig allemaal heel erg goed. Nou, deze wereld is gewoon, mensen komen, mensen gaan. Ja. Dat hoort bij deze wereld. En dat kan op zakelijk niveau, dat kan op kandidaatniveau, op klantniveau. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. En ja, zo werkt het. Als je daarmee om kunt gaan, dan zie je ook die concurrentiestrijd ook niet meer. Nee, ik voel helemaal geen concurrentiestrijd. Nee. Ik voel het letterlijk niet. Nee. En als er gegadigden zijn die het interessant vinden om bijvoorbeeld met ons te praten, ja, weet je wel, de deurbel. Je weet hem te vinden. Daar mag je gewoon op drukken. Ja. Geen probleem. Nee. Kijk, ik kom je niet ophalen. Hè? Dus ik ga niet met een soort van slangengedrag collega's wegkapen ergens. Daar ben ik gewoon niet van. Nee, dat kunnen we ook volmondig zeggen. Dat, ja. We hebben het heel vaak gehad over dat concurrentiebeding. Maar het is bijvoorbeeld niet dat met dat we dat los konden laten, dat we meteen de mensen zijn gaan bellen met wie we toen gewerkt helemaal hebben. Niet. Sterker nog, ik ben helemaal niemand gaan bellen. Zij belden mij. Tuurlijk, ik heb een aantal mensen die ik echt heel goed kende. En die wisten ook van de stappen die ik ook na maandag heb gemaakt. Of na Daan heb gemaakt. Dus daar had je wel een soort van contact mee. Maar dan op een beetje vriendschappelijk niveau. Ja. Maar die hoorden op een gegeven moment van, hey, november. En dan gaan mensen natuurlijk bellen. Ja. En dat is natuurlijk gaandeweg in 2022 echt gebeurd. Dat mensen echt mij, in dit geval ons ook, hebben gevonden. Ja. Hey, wat leuk is, je dat begon, die hadden echt interesse. Ja, dan krijg je ineens toch mensen uit een ver, ver verleden. Ook uit een maandagtijd, maar ook uit een daantijd. Ja, die gaan je natuurlijk gewoon bellen. Ja. Dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En dat is heel erg fijn om, zeg maar, geen moeite te doen. Maar dat het wel, zeg maar, jouw kant op komt. Ja, nou ja, dat heeft ook te maken met al die jaren hebben geleerd hoe dit werk moet. Ja. Zowel bij maandag, en zeker ook bij Daan. Van, hey, hoe zorg je nou voor dat je die kandidaat voor je wint? En het moet ook wel in je zitten, maar er zijn mij ook heel veel dingen aangeleerd. Ja, maar ook vooral, hoe ga je met mensen om? En wat vinden mensen fijn? Ja. En ik denk dat mensen hebben een keuze, hè? Mensen hebben gewoon een keuze. En ik denk dat wij kunnen beamen dat wat voor ons heel belangrijk is, en wat we ook doorvoeren door de hele organisatie heen, is dat vrijheid werkt.
Ja. Op het moment dat je iemand meer vrijheid geeft om het werk zo in te vullen dat het inpasbaar is in het leven. Of je nou een kat, hond, kinderen of wat dan ook hebt, topsport, whatever. Als je gewoon vrijheid hebt om je werk in te vullen en je daarnaast je ding kan doen. Ja, dat werkt gewoon. Dat is ook het nieuwe werken. Ja, zeker. Weet je, wij zijn gewoon niet meer van, oh, je moet om 8:30 op kantoor zijn. Nee. En je moet 20 belletjes doen op één dag. En dan is het 8:31 en dan wordt er zo naar gekeken van. Ja, weet je, dat werkt gewoon niet. Weet je, dat werkt gewoon averechts. Als ik ga kijken naar mijn tijd bij maandag, om niet al te veel weer terug te gaan naar die periode. Maar als mijn wekker ging vaak om 4:45. Morgan en Kaelen, mijn twee kinderen, die waren nog heel erg klein. Ja. Die moesten dan 's ochtends een natje en droogje. Kaelen had nog een fles. Dan moest ik fietsen naar het kinderdagverblijf om daar de kinderen af te zetten. Ja. Fietsen terug naar het station, daar de trein pakken naar Den Haag, in Den Haag de tram pakken. En dan kwam ik soms om 8:55 binnen. Ja. En dan was je te laat. Had je er eigenlijk al hele dag op zitten. Martijn, dan was je gewoon te laat. Te laat. Ja. En dat zal ik nooit meer vergeten. Nee. Dat doet pijn in het hart. En dat neem je nu mee naar hoe jij het nu wil als organisatie. Precies, als iemand andere dingen heeft of kleine kinderen. Ja. Het maakt niet uit wat je hebt. Nee. Je moet gewoon de ruimte kunnen krijgen om je werk in te vullen hoe het voor jou werkt. Ja. En dat is waar november voor staat. En dat is de reden ook, denk ik, dat veel mensen kiezen voor ons. Ja. Het is een succesformule. Omdat er echt mensen achter zitten. Ja. Die door schade en schande wijzer zijn geworden. Ja, zeker. Die de mens ook centraal zet. Ja. En natuurlijk, we zijn een commerciële organisatie. Dus wij moeten ook, de schoorsteen moet roken. Zeker. We moeten ook geld verdienen. Want anders resultaat worden gestuurd. Absoluut. Dan hebben we geen bestaansrecht. Nee. Maar ik denk dat iedere intake of ieder klantgesprek komt dit naar voren. Ja. Ja, en dat spreekt gewoon aan. Ja, zeker. En daarom kan je van eerst heel klein naar steeds wat groter worden. Ja. Kijk, worden wij net zo groot als een Maandag, een Daan, een Jer, Jad? We weten het niet, hè? Wie zal zullen het zeggen? Het zien. Ik heb niet vanuit november echt per se die ambitie. Ik wil heel graag horizontaal groeien. Ik wil dat wij lekker in ons vel komen te zitten. Ja. En natuurlijk, als we een beetje uit ons jasje groeien, dan ondernemen we stappen. Bij, dan komt iemand bij. Ja. Er komen nu best wel veel mensen bij. Dus pas op wat je zegt. Hè? We groeien best wel uit ons jasje, maar we willen graag horizontaal. Niet per se verticaal en allerlei soorten vestigingen door heel het land. Hoeft helemaal niet. Weet je wel? We willen gewoon kunnen doen. Ik ben toch wel benieuwd als we over 2 jaar weer deze podcast doen. Oh nee, laat ik het zo zeggen. Schat, dat is het heel anders. Over 15 jaar. Zitten we op een jacht met gouden microfoons. En dan hebben we mooi op een speciale temperatuur wordt dan geserveerd. We hebben een rider en hebben we ook iemand die de communicatie voor ons doet. Ja, dan zijn we helemaal uit de operatie. Nee, ik denk dat, zeker als ik voor mezelf spreek, ik ben een mens. Ik wil ook altijd een mens blijven. Ik heb altijd wel een bepaalde soort attitude gehad. Ja. Dat zal iedereen die met mij en voor mij heeft gewerkt, kan dat ook beamen. Ja. Maar ik ben wel echt. Weet je? What you see is what you get. Ja. En je moet ook gewoon lekker jezelf kunnen zijn. En daarom werk ik het zo graag met je samen. Ja, maar ik ook met jou, liefst. Ja. Wij zijn ook gewoon echt. En ik denk dat we elkaar ook af en toe echt achter de hand kunnen plakken. Ja. Want nu doen we heel erg alsof het allemaal zo geweldig is. Ja, maar dat hoort erbij. Ja, ik denk dat ook een onderdeel is van naast zakelijk, maar ook echt een vriendschap. Ja. Dat wij durven ook alles tegen elkaar te zeggen. Ja. Nu wel. En nemen dat van elkaar aan. Nu maar daar wel. Zijn we ook in gegroeid. Ja, precies. Ja. En dat is denk ik het mooie van zo'n traject wat wij hebben doorlopen met elkaar. Nou ja, als ik terugkijk op mijn eerste jaar nu bij november. Het zit alweer een jaar op, hè, dat ik weer met je samenwerk. Ja, ik ben echt als een soort kind in zo'n speeltuin. Ja. Weet je, dat je het gevoel hebt van iedere dag weer met je staat op en gaat naar kantoor. Of begin thuis, maar uiteraard begin ik altijd met jou te bellen. Ja. Of de teams, hè. Tegenwoordig is het allemaal online. Ja. Maar dit gevoel, het past echt weer als een schoen. En die schoen die gaat echt niet meer uit, denk ik. Nee. Hou je schoenen aan, in godsnaam. Absoluut. Ik zou zeggen, op naar de volgende 15 jaar. Ja. Ik hoop dat we er dan ook nog zo gezellig, fris en strak bij zitten. Ja, en niet helemaal craculé. Ik weet het wel zeker. Allee, craculé. Ja, craculé. Ja. Maar goed, ook daar hebben we wat voor. Wel ja. Nee, ik denk dat we naar de afsluiting, naar de afronding gaan toewerken. Maar ik denk wel, en dit hebben we hebben in principe helemaal niks ingestudeerd. Maar we hebben wel natuurlijk nagedacht over wat we wilden zeggen. Ja. Behalve de afsluiting.
En ik denk dat, wat ik wil zeggen, is dat je bent niet alleen mijn trouwe collega geweest. Je bent eigenlijk een soort broeder van een andere moeder. Hoewel ik Bruni natuurlijk ook zie bijna als mijn eigen moeder. Denk ik dat de band die we hebben is uniek. Jouw wereld moest ook heel erg wennen aan mij als persoon. Mijn wereld moest ook heel erg wennen aan jou als persoon. Maar het is gewoon een integratie. Ja, wat gewoon ontzettend mooi is. Ja. Wat ik heel erg waardeer. Ik kan niet zonder je. En ik zou het ook heel erg... maar ook niet met me. Nee, nee, dat wilde ik dus niet zeggen. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dit avontuur zou moeten doen zonder jou. En ik vind jou één van de meest inspirerende personen. Ook dat zeg ik bijna in iedere podcast. Maar dat is ook gewoon echt zo. Er zijn heel veel inspiratiebronnen. En jij bent er voor mij één van. Je bent mijn maatje. En wat mij betreft... tot de dood ons scheidt. Ja. Nou, ik heb ook niks ingestudeerd. Ik sluit me overigens helemaal bij aan. Nee. Ja. Nee, ja, voor mij was het echt een no-brainer toen jij begon met het idee van november. Ik heb altijd gehoopt dat het weer een keer zou gaan gebeuren. Jij en ik samenwerken. Dat natuurlijke en dat succesvolle wat wij hebben, vind ik heel bijzonder. Dat heb ik eigenlijk met niemand. Ik heb heel veel vrienden, ik heb heel veel mensen die ik ken. Dat heb jij ook. Maar wat ik met jou heb, is iets wat inderdaad heel geïntegreerd samengaat. Zowel in mijn privé als in mijn werksfeer. Ja, en ik gun dit iedereen. Dit werkplezier wat ik met jou heb, dat gun ik echt iedereen. Dus sluit je aan, dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Zeker. Box. Wauw. Dat was hem.